Welkom bij deze nieuwe wedstrijd in de Eredivisie. Het is een wedstrijd tussen twee clubs uit Zuid-Holland. Sparta-Rotterdam tegen ADO Den Haag. Rotterdam tegen Den Haag. Frank van der Slot tegen Mitchell Denkers. Twee jongens die ver uit elkaar staan op de ranglijst. Maar dit kan nog wel eens een heel spannend potje worden, want Frank is in bloedvorm. Geniet van Sparta-ADO. Hartelijk welkom bij deze wedstrijd. Sparta-ADO. Dit is een potje tussen twee goed gemutste spelers in elk geval. Het belooft een mooie pot te worden. Frank van der Slot. Slotta. Namens Sparta. En het team dat u nu op het scherm ziet is het team van Mitchell Denkers. De e-sporter van ADO Den Haag. Geweldig team hoor. Geweldig team. Die Bakambu die u voorin zag staan. Die wordt nog gewisseld. El Shaarawy schuift door. Suarez komt er dan vaak bij. De aanpassingen worden meteen gedaan, ook bij Sparta. Frank van der Slot heeft ook geen team om zomaar even af te schrijven. Kijk even, Bill, Suarez, Ronaldo, Benzema. Bijna alle teams lijken in grote lijnen wel een beetje op elkaar hier in de Eredivisie. Zeker op PS4, waar je geen gebruik kan maken van legends. Van gestopte legendes uit het voetbal. Bijna iedereen speelt hier met Bill, Ronaldo, Suarez, Griezmann. Die namen, goed. Er wordt afgetrapt door ADO, Mitchell Decibel. Mitchell Denkers is zijn volledige naam. Levert de bal meteen in, waardoor Frank van der Slot nu in balbezit is. En Frank van der Slot, die kent een beetje een bijzonder seizoen. Begon matig, had ook een matig team op het begin van deze Eredivisie. Dus al buitenspel, maar wel de eerste dreigende momenten al namens Sparta. Begon dus matig, maar krabbelde op. En is eigenlijk de laatste speelrondes... In elk geval steeds vaker van zich af aan het bijten. Dus een visitekaartje aan het af aan het geven. Tegen Roda ging hij ten onder. Maar ook Tom Heijnen gaf aan dat Frank van der Slot iemand is waar we volgend seizoen veel meer rekening mee moeten gaan houden. Als Sparta natuurlijk in de Eredivisie blijft. Als Frank van der Slot op dat moment een Eredivisieclub heeft. Goed begonnen. 16 punten dus. 13e plek op de ranglijst. En ADO Den Haag hier dreigend. Mitchell Denkers. Dat moment gaat voorbij, maar ADO Den Haag staat zelfs vijfde op dit moment. Dat komt doordat Roda al heeft gespeeld. Voor deze speelronde bezet ADO de vierde plek. En bij winst nu op Sparta wordt die vierde plek gewoon weer overgenomen. En het doet het dus geweldig mee in de top van de Eredivisie. Achter Ajax, Feyenoord, Heracles. En op dit moment dus ook achter Roda. Maar boven bijvoorbeeld AZ, Vitesse, grote clubs. Interessante pot. ADO 10 punten boven Sparta. Maar ik ben heel erg benieuwd wat we daar nu in deze wedstrijd van gaan terugzien. Vooral doordat Frank van der Slot dus zo goed bezig is de laatste tijd. Lijkt zijn spel te hebben gevonden, weet wat hij doet. En is hier weer gevaarlijk in de avond met Bill. Kan die Perez van zich afhouden? Het antwoord is nee. Rechtsback van AS Roma. Een van die drie Roma-spelers die Mitchell Denkers daar aan de rechterkant geposteerd heeft. Centraal achterin namelijk Kostas Manolas, de Griek. IJzersterke verdediger, een van de betere verdedigers van het spel. Naast Jérôme Boateng daar. En op het middenveld een bijzondere kaart van El Shaarawy. Maar die verdedigers en die middenvelden van AS Roma kunnen niet voorkomen dat Sparta weer dreigend is. Wat een kans. Hè. Wat een kans, zegt Frank zelf ook. Renato Sanchez, ja, is misschien niet de beste schutter, maar toch. Dat zagen we terug. Rand 16, dat zagen we terug. Rand 16 uithalen. Het was gewoon een bizarre redding. Laten we daar maar op houden. Ja, echt een hele bizarre redding. En dan denk je, is dat Neuer? Is het De Gea? Nee, dat is Veerman. Veerman. Duitse goalie. Daar begon ik ook mee. Maar uiteindelijk ben ik overgeschakeld op Neuer. Omdat ik vond dat hij op de reacties toch een beetje tekort was. En dan doet hij dit. Dat is wel lekker. Ja. Heb je spijt? Ja. Ja, mooi. Concentreer jij even op de wedstrijd. Dan geef ik het commentaar wel. Oh, allemaal! Ja. Dat is concentratie. Mooi begin van dit duel. Ik had er al een beetje op gehoopt. Nee, deze spelers hadden er zin in. En dat is te merken. Aanvallend spel. En goed spel. Al moet Mitchell denken, ze misschien nog een klein beetje inkomen. Want het is voorlopig Sparta dat de klok slaat. Sanchez, hier is Sparta alweer. Thuisploeg natuurlijk. Hier op het virtuele kasteel. Suarez, Casemiro. Balletje gaat rond, Ronaldo, Suarez. Ronaldo kwam erbij, maar de Uruguayaan had puur ogen voor Bill. Overname nu van ADO. Dat weer een keertje van zich af mag bijten hoor. 20 minuten gespeeld. En ADO nog te weinig laten zien.
Bill, dit is wel goed. Maar Benzema zit ertussen. Niet veel spelers die Karim Benzema in de ploeg laten. Maar Frank van der Slot doet het wel. En hier is hij met Alaba. Lekkere tenuutjes lijken me die om in te spelen, die van Sparta. Lekker die zwarte broek. Opvallend tenu. Dat ADO, ja, daar kun je misschien nog wel het koppijn van krijgen. Dat ging wel groen, maar... Oh, volgende mogelijkheid, Sparta. Weer Veerman, nu met een heel makkelijke prooi. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal subjectief. Misschien vinden jullie wel de shirt van ADO heel erg mooi. Kan allemaal. Hier de paas van Modric naar rechts. Pires, daar is hij weer. Braziliaanse rechtsback van AS Roma dus. Levert de bal in en dan kan Sparta weer. Sparta dat vooralsnog de meeste aanspraak maakt op de punten. Maar zover is het nog lang niet. Toch ook al een tijdje geen echt grote kans meer gezien. Bill wordt hier niet bereikt. Half uur gespeeld. Hier tussen Sparta en ADO. ADO moet winnen. Wil het die vierde plek behouden. Eigenlijk heroveren op Roda JC. Sparta wil vooral winnen om weer naar boven te kunnen kijken. Bij winst vandaag op ADO komt het op die tiende, elfde plek te staan. En dan is dat linker rijtje zelfs nog wel een mogelijkheid. Met natuurlijk nog twee speelrondes. Zo, ik kom bij mijn woorden. Met nog twee speelrondes te gaan. Hier is El Shaarawy. Marcelo. Modric. Ronaldo, bal kwijt. Nee. Lukt niet. Deze wedstrijd speelt zich echt volledig op het middenveld af. Het begin was leuk. Het begin was spectaculair zelfs. Vooral met dat schot natuurlijk. Dat we zagen van Renato Sanchez. Maar de stand van de eerste helft is tot nu toe niet het meest boeiende wat we tot nu toe hebben gezien in deze Eredivisie. Pires zit er nu weer tussen. Ja, beide spelers verdedigen misschien ook gewoon goed. Houden elkaar gewoon in evenwicht. En nu dan. Nu het moment voor ADO. Mitchell Denkers 1-1 met Ronaldo. En dan hangt hij meestal. Yes! En ook nu. 1-0 ADO Den Haag. Is licht tegen de verhouding in. Maar wat doet het ertoe? Goede uitbraak. Goed gewacht tot op het juiste moment. En Ronaldo blijft cool. Mitchell Denkers blijft cool. Het is 1-0. Frank moet weer eventjes zijn frisheid van die beginfase zien terug te pakken. Slotta, 1888. Hier is Bill. Sanchez, Ronaldo, schitterend. Schitterend gevoetbald. Suarez. Suarez, schot gekraakt. Ja, goede actie. Goede skill dribble. Sanchez, Ronaldo. 2 minuten nog, totdat we aan de rust toe zijn. Modric probeert weer Ronaldo weg te sturen. Sterker nog, dat lukt ook. Hier is Ronaldo weer. Niet zo vol 1-1 als zo even. Moet die bal nog een keertje terugtrekken. Dat doet hij. Daar zit de Marcos tussen. En dus is dit moment onschadelijk gemaakt. En kan Sparta misschien nog één keertje komen. Nog één keertje voordat het rustsignaal klinkt. Casemiro, Ronaldo. Laatste moment voor rust zal dit zijn. Ronaldo, wat is hij snel. Ook in Sparta shirt. Terugtrekken. Oh, wat dit is raar. Wat doet hij, man? Frank gelooft zijn ogen niet. Is beter in deze eerste helft. Ook al was het begin van de eerste helft beter dan het restant. 4 schoten tegen 1 is duidelijk. Sparta begon furieus. Maar kijkt wel tegen een 1-0 achterstand aan. Mitchell Denkers gaat wat aanpassingen doen. Switcht naar 4-2-3-1. Gaat Marcelo dan rechts buiten spelen? Is de vraag. Wat gaan we doen? Frank vraagt zich hardop af wat hij gaat doen. Hij heeft geen echte breekijzers meer op de bank. Kanté. Kanté komt bij Sparta. El Shaarawy, daar is hij. Kanté in de ploeg gekomen voor Casemiro overigens. En bij ADO, Luis Suarez voor Modric.
daardoor Suarez nu aan beide kanten in de ploeg. El Shaarawy, Bill. El Shaarawy. 5 sterren skill moves. Kan elk trucje dat er in het spel zit uitvoeren. Suarez. Oh, die zit erin. Ja, wat een wereldgoal. 2-0 ADO. Lekker. Michel Denkers noemt het zelf in elk geval Suarez. Een wereldgoal. Het is een hak. Het is een bijzondere goal. Ja, dat mag gezegd worden. Uiteindelijk geeft Ronaldo denk ik het laatste zetje. Ja, dat klopt. Een klote goal om tegen te krijgen. Maar inderdaad, de aanval was goed door het midden. De hak van Suarez. Nog nooit gezien eerlijk gezegd. Via de doelman. Via Neuer uitgerekend. En zo is het 2-0 ADO. Je verzint het niet. Nu dan, Sparta. Misschien gewoon een keertje schieten in plaats van constant die bal weer terugtrekken. Suarez durft het niet aan met links. En zo ziet het er somber uit ineens voor Sparta. Vidal, Perez, Marcelo. Ja, dit is een lekkere uitgangspositie nu voor ADO. In de wetenschap dat die vierde plek waarschijnlijk weer in het bezit is van ADO. Vidal. Goed verdedigd door Sparta, maar ADO houdt de druk erop. De Marcos, Benzema, dit is heel goed gevoetbald. Heel goed eruit gekomen. Kan het ook tot een grote kans leiden. Ja, wel als deze paas aankomt, valt er ongelukkig tussenin. Maar goed opgelost door ADO. Goed opgelost door Mitchell. Mitchell die nu weer kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. 58 minuten zijn er gespeeld. En dan zal Frank dus inderdaad toch een keer snel met een doelpunt moeten komen. Heeft een doelpunt nodig om zichzelf terug in die wedstrijd te knokken. Na dat sterke begin kan hij te weinig uitvreten. Marcelo. ADO doet rustig aan. Bill. Alaba. Weer goed gevoetbald hoor. ADO met goed spel nu. Bill. Goh, sterk van Boateng. En dan kan Sparta er misschien een keer uit. 4-4. Als ze opschieten. Benzema. Nou, 4-4 wordt het niet. Maar Ronaldo is er wel vandoor. Benzema is in het centrum. Ronaldo met Marcelo. En die is daar dan wel heel sterk in dit duel, zeg. Oei, oei, oei. Bill. Alaba. Ja, Mitchell hoeft niet meer. Gaat voor het resultaat. Al is het ook wel iemand die wel eens grote uitslagen heeft genoteerd in deze Eredivisie. Is wel iemand die lekker blijft aanvallen. Frank zal dat niet laten gebeuren. Die laat zich niet zomaar met 4-0 piepelen. Sterker nog, hij heeft gewoon nog een kwart wedstrijd om hier iets aan die 2-0 achterstand te doen. En twee doelpuntjes, die kunnen zo gemaakt zijn. Suarez, volgende moment. Ronaldo weer op de huid gezeten, direct door Boateng. Maar nu dan, Benzema, Ronaldo, dit moet toch een keertje een grote kans opleveren. Benzema, hoekschop. Toch ook niet. Ook niet het maximale wat hij daaruit haalt. Benzema in het zijnet. El Shaarawy. Bill. El Shaarawy. ADO drukt door. Kwartiertje nog maar hier tussen Sparta en ADO. Terwijl er ook op de andere velden genoeg gebeurt. De strijd om de tweede plek is natuurlijk nog in volle gang. En ook Mitchell Denkers maakt daar natuurlijk nog eventueel aanspraak op. Al heeft Heracles ook deze speelronde weer gewoon gewonnen. Vorige ronde verloren van AZ, dat is waar. En onderling spelen die clubs ook nog tegen elkaar. Sterker nog, Mitchell speelt volgens mij nog tegen Heracles. Het is helemaal uit de race, is hij nog niet. Achterstand van Feyenoord op Heracles is 2 punten. En daar vlak achter eigenlijk Excelsior en
ADO. Nee joh. Lekker. En daar is de 3-0 voor ADO. Het is Luis Suarez met de goal. Ja, geflatteerd is het zeker. Wat? Dit is ook weer een doelpunt. Yes. Heel verschrikkelijk om tegen te krijgen. Ja, Mitchell Denk is weer. Opgeslagen. Met de yes-kreet. Zit Frank van der Slot niet mee. De wedstrijd is gespeeld. Komt nog wel een wissel aan. Doumbia, razendsnelle Ivoriaanse spits, gaat erbij komen. En ook Keita komt voor Benzema. Ja, deze wedstrijd is gespeeld. Ik zei het al. Mitchell Denker is natuurlijk gewoon nog vol in de strijd om plek 2. Het kan nog. Er staat 4 punten achter op Heracles, als ik me niet vergis. En 2 op Feyenoord. Goed zo. Excelsior zit in een mindere fase. En dus is een top 4 klassering heel reëel. Een top 2-3 klassering behoort nog tot de mogelijkheid. Alaba. Als de laatste 10 minuten ingaan van dit duel. Yes, man! Kom op! Vidal. Terwijl er hier heel veel gebeurt. Ronaldo. El Shaarawy, Perez. Ja, het is uit voetballen geblazen. Dit duel zit natuurlijk al lang en breed op. El Shaarawy. Wat is dat toch een bruikbare speler voor Mitchell Denkers. Breekt constant door. En uiteindelijk heeft ADO deze wedstrijd knap omgedraaid. Knap het momentum gepakt. Na dat sterke begin van Sparta. Frank van der Slot, ja. Zal gefrustreerd zijn. Want mist nu toch die aansluiting met de bovenkant van het rechter rijtje. Het linker rijtje is nu uit zicht. Moet hopen op een top 10, top 12 klassering. Eretreffertje, wie weet. Hier de ingooi in elk geval voor ADO. Bill, Alaba, Ronaldo niet. Echt, het verdedigen staat echt. Doumbia, nou nu dan. Sparta verdient een doelpunt. Maar krijgt hem niet. Het zit er gewoon niet in. Sparta speelde prima. Frank van der Slot deed een groot gedeelte van... We zijn niet onder. Oeh, dit is een frustratietackle. Mitchell lacht erom. Ja, ik heb zo ineens het idee dat de twee geen beste vrienden zijn. Ik weet niet of dat klopt, maar... Valt wel mee. Valt wel mee. Het zit erop. Gefeliciteerd, jongen. Goed speel, man. Dankjewel. Mooie pot. Frank begon sterk. Maar Mitchell trekt de overwinning naar zich toe. En loopt uiteindelijk zelfs uit. Naar 3-0. Moet nog heel veel hoogtepunten laten zien. Yes. Ja, tot en met mijn 1-0 zijn pot eigenlijk voor hem. Voor mijn gevoel. Ja. Ja, nee, zeker. Weet je, ik kreeg één kans. Ik maak die. Ik ga dan naar 4-2-3. En dan kan je het gewoon... Ja, dat is lekker voetballen als je met voorsprong 4-2-3 in. Ja, deze. Maar tot en met de 1-0 was echt voor Frank. Dit is de goal, ja. Ronaldo. Zo lekker, man, Ronaldo. Ja. Die beslist dan even die pot gewoon. Ja, kijk, dit ook, weet je. Ja, hier doe je niks aan. Nee. Anders had hij alsnog gezeten, denk ik. Ja, maar kijk, weet je. Nou, kijk, die eerste bal, die was bijvoorbeeld. Die eerste goal van jou, kijk, daar kan niks doen, wordt diep gestoken, staat gewoon niet goed. Dus ja. Gewoon, gewoon een verdienste van jou. Maar nee, kijk, hier, ik weet wat er gaat gebeuren. Dan een hak en dan Neuer en dan... Ja, ik vind die derde lelijk, man. Die kansen die jij hebt gehad voor de 2-0... Uh-huh. Ik had het gevoel dat constant je acties door had. Je hebt niet echt helemaal 100% kans gehad. En ik wel. En dan kom ik er niet uit. En dan... Tweede helft was gewoon zakelijk. Na de 2-0 was het klaar, hoor. Daar niet van. Tweede helft was gewoon zakelijk. Maar kijk, en ook dit weer. Ja, precies. En dat was wel een mispoeit van Alaba. Ja, weet je, dat soort dingen, weet je. Dan zit het ook gewoon echt niet mee. Nee, man. Ja, deze was echt heel chill. Goed, het zat inderdaad niet mee. Dat is misschien wel de conclusie voor Frank. Ja, man. Helaas. Sparta ADO eindigt in 0-3. Mitchell, top 4, hè? Waar ga je eindigen? 4. Ja, ik hoop gewoon top 5 nog steeds. Auw, ambitieus, hè? Ja. Goed gedaan, jongen. 0-3, Sparta ADO. Yes.
Yeah.